Wij zijn Mette en Daantje en wij zijn curatoren van het Bellamy kabinet. En wij organiseren tentoonstellingen in de Bellamy buurt. Waar we eigenlijk steeds hedendaagse kunstenaars vragen om zich te laten inspireren door de buurt en de bewoners. En de kunst is dan in ramen te zien. De eerste tentoonstelling is half september van start gegaan. Maar wij zijn natuurlijk al maanden daarvoor ook al bezig geweest met bijvoorbeeld verhalen uit de buurt verzamelen. Op audio opnemen en eigenlijk zo een collectief geheugen van de buurt verzameld. Waar de kunstenaars vervolgens mee hebben gewerkt en zich door hebben laten inspireren. En voor deze tentoonstelling hebben we een briefwisseling opgezet onder de buurtbewoners. Dus we hebben bewoners die elkaar niet kenden eigenlijk aan elkaar gekoppeld. En we zijn met ons fietsje de brief van de ene plek naar de andere hebben we gebracht. En die briefwisseling is ook weer een inspiratie geweest voor de kunstenaars om nieuw werk mee te maken. Het werk waar we nu voor staan is van Caroline Ruigerok. Zij is beeldend kunstenaar en werkt met zowel beeld als taal in haar werk. Afgestudeerd aan de Rietveld Academie. En zij heeft zich dus ook laten inspireren door de briefwisselingen. En eigenlijk met name door een briefwisseling die is begonnen en is geschreven door een man uit de Bellamystraat. Aan een dove man in de Hazenbroekstraat. Maar die dove man kon niet antwoorden omdat hij naast doof ook analfabetisch is en in ieder geval niet kan lezen en schrijven. En dat wisten wij dus niet. Nee, we kwamen pas na drie keer dat we daar waren geweest, kwamen we daar achter. Dat die man dus eigenlijk helemaal geen brief terug kon schrijven. En zij heeft zich eigenlijk dus laten inspireren door hetgeen wat niet geschreven is en werd gefascineerd. Het antwoord dat niet kwam. Precies. Dus dat was haar invulling. In de andere ramen in de Elisabeth Wolfstraat zijn werken te zien van Martijn den Oude. Ook een alumni van Taal en Beeld van de Gerrit Rietveld Academie. De brieven die wij hebben verzameld uit de Bellamy-buurt. Daar zijn Machteld Aartsen en Femke Kempkes mee aan de slag gegaan. En die hebben ze hier verwerkt in de projecties. En ze hebben daar ook een beetje een mooi lopend verhaal van gemaakt. Het is leuk om het te lezen. Er zitten mooie citaten tussen. Ik ben Femke Kemkes en dit is Machteld Aartsen. En wij hebben een lichtprojectie gemaakt voor het Bellamy-project. Het Bellamy-relief van het Bellamy-kabinet. Ja. En daarin was het thema briefuitwisseling of briefwisselingen. Ja. Wij doen heel veel met tekst en eigenlijk veel met interactie met een plek specifiek. Dat wordt ook wel... Performing urban memory. Dus je brengt eigenlijk de woorden van de mensen op de gebouwen. We hebben een project gedaan tijdens het Amsterdam Light Festival op de Hollandse Schouwburg bijvoorbeeld. Waarbij we briefjes die mensen toen ze in de oorlogstijd in de Hollandse Schouwburg gevangen zaten. Briefjes die ze naar huis schreven. Hele hoopvolle briefjes, maar ook soms trieste briefjes. Die briefjes hebben we letterlijk daar op de gevel geprojecteerd om dus zo het woord van de mensen eigenlijk te laten zien door middel van het gebouw. Nou, ik vond één brief. Ja, het zijn allemaal heel typerend, heel erg filosoferend. Maar als ik nu denk aan deze tijd, is er op dit moment wat er nu op de gevel staat over de vriendelijkheid. Ja, dat deze tijd dat nodig heeft, dat vond ik wel heel typerend voor nu. Deze tijd. Maar ook een andere brief waarin de persoon ook schrijft hoe moeilijk een moeilijke periode achter de rug had. En dat de buurt en de buurtbewoners eigenlijk... Wat dat voor functie heeft gehad dan, zeg maar, om zich hier thuis te gaan voelen. Dat het om een
pindasausrecept ging. Van de toko-meneer. Of dat de meneer van de bloemenkraam zei dat ze zulke mooie laarzen aan had. En ook heel mooi een briefwisseling tussen twee mensen die elkaar eigenlijk helemaal niet kenden. Maar zeiden, ja, we moeten elkaar wel tegen zijn gekomen tijdens het uitlaten van de hond. Want we hebben allebei een hond. Ja, en jij loopt ook altijd langs datzelfde bloemenstalletje. Frans van Heiningen, daar zijn we alle twee, eigenlijk door Frans kennen wij elkaar. Ja, we zijn verliefd geworden op de ouderwetse dia, een paar jaar geleden al. Waarin het hele fysieke gewoon heel mooi vertaald wordt. Het is heel direct licht eigenlijk. We doen allebei vaker lichtprojectieprojecten, dus lichtkunstwerken maken. En dat gebeurt natuurlijk heel veel met beamers, want het is allemaal mooi digitaal bewegend beeld en er kan heel veel mee. En eigenlijk zijn we gewoon allebei verliefd op deze pani-projectoren. Het is gewoon eigenlijk een enorme lamp. Waar je eigenlijk een oude tover. Ja, het is een oude tover. Pina Bausch die gebruikte de Pani-projector eigenlijk vanwege het licht in het theater. Wij gebruiken het in de openbare ruimte. Waarom? Omdat je altijd haarscherp beeld krijgt. En wij vinden natuurlijk ook animaties allemaal prachtig. Maar dat stille beeld van een dia, waarin je echt heel fysiek die lijnen scherp op die gevel hebt. Dat kan je nergens meer evenaren. En Frans van Heiningen is eigenlijk is de Pani-meneer van Nederland. Als je, ja, samen met Bart van Bokhoven. Bart ook, ja. En met Frans werken we gewoon graag samen. Is ook, want om zo'n lichtprojectie, dat doe je niet even. Dat is ook contact met al de mensen. Dus eerst natuurlijk Mette en Daantje die met het idee komen. Maar vervolgens moet die projector aan de overkant van de straat.
Dus wij moeten in contact met wildvreemde mensen. En in dit geval waren dat de familie Swaroep, Bertha en meneer Swaroep. En dat is fantastisch, want het is een soort familielid geworden inmiddels. Ja, die is onderdeel van het project. Het staat een soort familielid geworden. Ja, want die projector staat dus midden in hun huiskamer de hele avond te staan. En wij daarbij, want ze krijgt ons achter het gordijn, omhoog geknijpt. Ja, dus we hebben een beetje hun huiskamer mogen verbouwen en... Dat hoort er ook bij. Er komt nog een derde tentoonstelling aan in maart. En ook nog een vierde tentoonstelling in juni waarschijnlijk. Ja. Ja, en in de vierde tentoonstelling gaan we ook echt kunstenaars aan bewoners koppelen. En dan ontmoeten ze ook elkaar. En dan ontstaat uit die ontmoeting ook weer een nieuw kunstwerk. Dus het is zeker leuk om ons te blijven volgen. Want er gebeurt altijd iets leuks met de buurt en met kunst. Ja, de route staat vast. En ik zou zeggen, volg ons op Facebook. Bellamy Kabinet. Hoe meer vrienden, hoe meer vreugd. Stop.